Salam is een voorstelling over het verhaal van Abraham. Abraham is de grondlegger van de drie wereldreligies. Sarah kon geen kinderen krijgen. Sarah stelde voor dat Abraham het met Hagar zou doen, haar slavin. 9 maanden later werd Ismaël geboren. Toch besloot God dat Sarah ook een kind zou krijgen. Hij stuurde 3 engelen. De engelen hadden gelijk. Sarah werd zwanger en kreeg een zoon, Isaac. Na zijn geboorte brak de tering uit. Sarah wilde de eerstgeborene rechten voor haar zoon. Sarah vroeg Abraham om Hagar en Ismaël weg te sturen. Abraham vroeg aan God wat hij moest doen. Die zei: doe wat ze zegt. Nou, dat heeft hij ook gedaan. Vanaf dat moment waren we niet 1 volk meer, maar 2. Isaac is de vader van de Joden en de Christenen. Ismaël is de grondlegger van de islam. En er was oorlog. En trouwens, in de Koran is het verhaal precies andersom.